tens of millions, some estimates as much as 100 million sharks are killed every year. When I was in the 80s, a fishing guide, it was nothing for me to see 6 to 10 bull sharks from 300 to 400 pounds every day. Certainly just removing the fins and throwing the animals back in the water is extreme waste. Then that became, maybe I would see that many in a season, and I'm lucky if I see one or two of that quality in a season anymore. You know, some populations are severely declining. It's the first thing you notice in any fishery when it's in trouble, the size goes down. Most of the birds that we see here, of course, are seabirds. Lots of pelicans, lots of cormorants, wading birds. What's wrong with these birds? Why do they come in? 95% of the birds have an injury that they acquired through something human related. We know we have some problems. This is a really intelligent animal, and they absolutely have a language. They absolutely talk to each other like we talk. And I say that because I've seen them do things that they could not have done without communicating back and forth with each other. If it was up to me, all dolphins and all killer whales, they'd be out of captivity. Because we understand that the water quality affects the coral reef. The coral reef affects the fish, the turtles, and every other living animal in the sea. Within a 3 to 5 year period, we lost over 90% of the living coral on the Florida reef tract. So we can learn from the mistakes that we've made in the past. Here we have an x-ray of a sea turtle that swallowed all three of these fish hooks. Trying to get more regulations on that long line, and that's really their big problem. Just because turtles didn't have a problem until we came around, and that's when their numbers started going down. So it's not really that they have to change their ways, we need to change our ways. We are trying to preserve and show people what it was like at one time, but not only that, how we can exist now and make it so that the people are able to enjoy it as well as saving our planet, basically. Help us save the sharks! Hallo, ik ben Marie, ik kom uit Meissen. Natuur- en milieuproblematiek hebben mij altijd al aangesproken. En daarom heb ik ook besloten om iets te ondernemen in verband met die milieuproblematiek. Zo zijn we dan met onze groep hier beland. En ik verwacht van deze reis dat we eigenlijk fantastische beelden gaan zien en allemaal dingen gaan ervaren die we normaal gezien niet zouden doen of zien. En ja, ik denk dat mijn beeld op de wereld misschien ook wel kan veranderen daardoor. That's also the one that I kissed. Oh, that's awesome. Hallo, ik ben Kevin en ik kom uit Grimbergen. Sinds mijn jeugd heb ik al een vrij grote passie voor wetenschappen, waaronder ook biologie. En via deze studiereis dat we samen hebben gewonnen, zou ik toch wel mijn passie voor biologie een beetje willen uitbreiden. Zeker ook naar de toekomst toe, omdat in de toekomst de opwarming van de aarde en dergelijke milieuproblemen ook vooral rond de biologie zullen draaien. Vind ik toch wel dat deze een zeer mooie gelegenheid is. Ja, ik verwacht wel van deze reis dat het een mooie opportuniteit zal zijn voor, ja, om mijn kennis uit te breiden en ook om unieke dingen te zien dat andere mensen eigenlijk nooit zullen zien. Ja, dat was het. Ik voel me echt een stap.
ik hem bang gezicht trekken of moet ik gewoon blijven eten? Hallo, ik ben Elisabeth Leijsen uit Wummel. En ik ben eigenlijk altijd wel al geboeid geweest door natuur en de schoonheden hiervan. En ik wil eigenlijk zelf ook mijn bijdrage leveren aan de problemen in deze wereld. En van deze reis verwacht ik veel te leren. Maar niet alleen dat, maar ook tot nieuwe inzichten te komen. Watch this, Simon! Je zal het wel zien. Ik ben Luc van Doorn, ik ben dus een biologiestudent uit Antwerpen. Ik ben 20 jaar, ik ben al sinds jongs af aan bezig met alles wat met dieren te maken heeft. Daarom zit ik ook hier. Ik duik al sinds ik echt ben. Daardoor ben ik ook bij SeaFirst terechtgekomen. En daarom mag ik hier in Florida zitten, in deze fantastische omgeving, met al deze biodiversiteit. En ik verwacht en ik hoop eigenlijk heel veel contacten te kunnen leggen deze week, zodat ik later verder kan in de haaienconservatie. Hallo, ik ben Nina. Ik ben 17 en ik woon in Grimbergen. Ik heb meegedaan aan het haaienproject van SeaFirst, omdat ik altijd de natuur wel belangrijk vond, maar vooral ook mijn steentje wil bijdragen aan alle problemen die er wel eens zijn met het milieu de laatste tijd. En daarom ben ik hier dus beland. En ik hoop van deze reis vooral veel te kunnen bijleren, maar ook iets in contact te kunnen komen met de dingen waarvoor ik mij een jaar heb ingezet. Ja, alleen ik heb ook een rolletje gepakt en ik ben Hallo, ik ben Evelien. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Lint. Ik studeer momenteel biologie in mijn derde jaar. En het is mede van daaruit dat mijn interesse is gekomen voor de oceanen, omdat ik elke dag leer hoe belangrijk deze zijn. Daarom dat ik mij momenteel ook inzet voor de haaien, omdat toch iemand zich meer moet inzetten voor die dingen. Op deze reis hoop ik vooral nog meer mooie dingen te zien en te beleven, zodat ik die thuis kan meedelen en nog meer mensen kan overtuigen met mijn foto's en mijn verhaal om zich toch meer in te zetten om de natuur te behouden en te beschermen. Is die zo in potten in een schild trekken? Is dat om je poten op te warmen? Van die krokodil die aan je hier kijken. Hallo, ik ben Simon Ravelinge uit Meissen. Ik ben 17 jaar en ik doe zeer graag iets met mensen, een groep mensen die gemotiveerd zijn, waarvan ik weet dat het goed zal zijn op zowel lange als korte termijn. En aanvankelijk was ik niet zo zeer gefascineerd door de natuur en de milieuproblemen, maar door deze groep ben ik daarin zeer sterk gegroeid en ben ik meer en meer gefascineerd geraakt. En daarom verwacht ik ook van deze reis dat ik nog meer gefascineerd ga raken en dat ik veel zal bijleren. My name is Ranger Sean. I'll be leading your two-hour tour today. Technically, right now in the dry season, it begins in late November, early December. Native American alligator. That is a gator. Hi, I'm Ja? Gewoon omdat hij zijn staart onder zijn kop ligt. The show, okay. I know. First meet, we're both your eco shore guides and your naturalists today. The adventure is basically dictated by nature. We see whatever we see, but it is participation required. I need your help. Your eyes on the outside telling us when you see something interesting. Okay.
Daar zijn dolfins. Ja, er zijn twee van ze. Oh, dat is keimooi. Die zijn daar precies aan het showen voor ons. Check hoe traag dat die uit. Oh, sad. Ja, echt. Ja, echt. Dan moet de boot afstoppen. Oh my god. Stop. Echt keileuk. Wat vond je het knapste? Alles te maken. Ja. En gewoon dat moment dat er zo drie dingen samen waren. Maar ja, die wel rechts en vooral die dolfijn die draaide langs onze boot. Ja, ja, dat was. Dus een dolfijn leven, het is meer geld waard dan een dolfijn dood. Net zoals met alle natuur. Met haar ook. Ja. En als je hoort bijvoorbeeld over die mangrove is, je kunt met cijfers aanduiden hoeveel meer een mangrove waard is als er nog staat en als er niet meer staat en toch luistert er niemand. Kortzichtig gewoon. Die cijfers zeggen weinig aan de mensen die niet naar de toekomst kijken. Die geld verdienen op het moment zelf. En die cijfers die duiden op het feit dat die ecosysteemservices van de mangrovebos voor elk heel het gebied is. En dat zegt natuurlijk die persoon die dat mangrovebos heeft weinig, omdat die veel kan verdienen op een korte termijn. My name is Jeff. I'm going to be your guide today. But we're going to be paddling through basically two distinct ecosystems today. The first one that you'll see is what we call mangrove estuary. Okay. The best way to do it without tripping and falling on your face is putting one foot in the middle like this, and then you want to grab the sides of the cockpit like that, get your butt in, and then swing the other leg in like that. And the other cooler right there. You want to toss me a bottle of water? Yeah. Really quickly. There we go. Okay, thank you. That's your bottle of water. Here's your weapon. All right. Mangrove forests are extremely important marine ecosystems. They provide food and shelter and serve as a breeding ground for many marine animals. They also act as a natural barrier against weather, waves and tsunamis. In the last 50 years, more than 40% of all mangrove forests worldwide have been destroyed by man. Alligators gezien. Zo, een van die mangrove tunnels waar dat zo licht door scheen. Zo, dat was echt super mooi. Ja, ja. Zelf dit beeld al vind ik heel mooi. Ja. Now we're the biggest problem. You know, just like why don't we have millions and trillions of birds, seabirds, like herons and egrets and flamingos. And that's because back in the early 1900s, birds were killed for feathers for women's hats. And the same thing with fish. People used to come down to Keys, to the Everglades, and they fish and fish and fish. And they catch these big fish, tarpon, shark, all of these fish. And after they got the thrill of catching the fish, they threw the fish away because they didn't eat them. There were too many to eat and they didn't have refrigeration, so they throw the fish away. So people didn't understand then what they were doing to the ecology, what they were doing to the food chain. And all the fish that, you know, depend on everything else working up and working down, you have to have a food chain. And they all feed off each other. One part of that food chain disappears, everything starts to break loose, right? Since the 1950s, most of our problem has been habitat destruction. In other words, building. People building houses where birds used to live. Cut down the mangroves, cut down the forest, cut down the hammock,
put your house and you don't have the habitat for the birds. And we have the hospital right here. They're here because they were injured some way. Sweetie has kind of an interesting story. She is actually from Cuba. She was hand-raised as a baby by a Cuban family, lived with them, and when they came over in their little boat to come to the United States, Sweetie was in the boat with them. She couldn't be released in the wild here because she had been hand-raised. There you go. And also, here in the Keys, of course, people like to fish, so we get a huge number of injuries caused by fishing line, fishing hooks. You can see all of the jars over here. Those are from individual years. Those are lines, hooks, sinkers, boppers, all kinds of stuff that have been removed from birds. Typically in the hospital, we will have anywhere from 5 upwards to 12 birds per week. They swallow fishing hooks, they grab fishing line, they fly into buildings, they get hit by cars, they fly into bridges. We actually do release a fair number of birds. Honestly, I don't know what the exact percentage is, but in the short time, the 6 or 8 months that I've been here, I've seen a lot, hundreds of birds released. Zelf niet echt, maar vooral met dat, hoe belangrijk dat mangroves zijn, bijvoorbeeld te beschermen tegen overstromingen. Dat als je mangroves wegdoet en er komt zo'n vloedgolf of een tsunami, dan is er geen bescherming voor de inheemse bevolking. En daarom is het enorm dom om mangroves weg te doen. Want het kost veel meer geld om een dam te bouwen dan gewoon die mangrove te behouden en niet het hout te kappen. Okay. Dus mangroves behouden. Hi, I'm Mill McCleary. I'm the Executive Program Director with Reef Relief. We're a nonprofit membership organization focused on improving and protecting our living coral reef ecosystem, specifically here in the Florida Keys, but also globally. We have a major responsibility to educate people about how they interact when they're out on the water and on land. Coral reefs are very fragile, and it's important that they have clean, clear water. And so we work on water quality issues, and we work to educate the public, including school children. Important story about what's happened to the reef here in the Keys. In the mid-90s, the state of Florida, in an effort to restore the Everglades, they pumped billions of gallons of fresh water through the Everglades agricultural area out just south of Lake Okeechobee into the Everglades National Park. And because of the agricultural areas in here and the amount of fertilizers and heavy nutrients, nitrates and phosphates, they introduced a eutrophication process into Florida Bay, where we saw a massive algal bloom over that time. And within a 3 to 5 year period, we lost over 90% of the living coral on the Florida reef tract. Coral reefs are the largest living organisms on planet Earth. Their biodiversity surpasses that of our planet's rainforests. Coral reefs are vital for the health of our oceans and, in fact, our whole planet. Overfishing, CO2 emission, and pollution are the biggest threat to our coral reefs, evidently all caused by humans. In the last 25 years, 20% of all coral reefs worldwide have been destroyed by mankind. A further 50% is under imminent threat of collapse, turning vibrant coral reefs from this into this.
You know, I worked with dolphins and sea lions for almost 5 years, and then I was the director of the Key West Aquarium for another 5 years. And what happens with them in this day too long? Well, you know what? They're susceptible to all the problems that humans have mentally, depression, insanity, things like that. This is an animal that has echolocation. Its echolocation, if it's in a tank, is just bouncing off of concrete walls. I'm sure it must drive it nuts. Everything that you see them do in captivity, they pretty much do that in the wild, but they do it for fun. They're not doing it for a fish. I feel the same way about dolphins and killer whales both. They should not be in captivity. This is an extremely intelligent animal. And absolutely, when it's been caught, it does not forget where it was from. Captain Ken Harris of Key West Extreme Adventures Shark Tours here in Key West. You know, sharks worldwide are taking a beating, and that's sort of why I started this tour here in Key West. Certainly educating people about sharks, trying to get over that phobia of sharks, is what our business is a lot about. You know, whenever animals are getting smaller, it's always a sign of a fishery that's in trouble. I don't care what the species is. Sharks definitely are in trouble. That was a strong shark. Now you will go all over Florida and fishermen will tell you there's more sharks than ever. Everywhere I go, we have a shark problem eating our fish. The truth of the matter is sharks and people are competing for less and less fish. Sharks that are looking for those have learned that fishermen represent an easy meal. So they're kind of being thrown together a little too often, and it gives a sort of false perspective of what's really happening. Sharks are definitely in the decline. So, you know, we have to start thinking about this animal in a different way. I really don't know that they can sustain the kind of pressure they're under. I think as recreational fishermen, we have to look for better ways to coexist with this animal. Een goed initiatief omdat ze geld maken met de haaien zelf in plaats van geld te maken aan de haaien door ze dood te maken. Voor toeristische doeleinden dat zeker positief is, omdat er dan ook veel meer mensen met die problematiek geconfronteerd worden. Ik denk dat dat een van de coolste dingen is die ik in gans mijn leven gezien heb. Goed dat ze toeristen daar elke dag naar laten zien, naar die haaien, want dan kunnen die mensen dat ook zien en dan kunnen die ook misschien zien dat die toch niet zo agressief waren. De kapiteins, dat waren twee enorme experten op dat vlak, dat die dan een realistisch beeld gaven. Dat kan misschien een beetje helpen om van het beeld weg te geraken dat zo enge beesten zijn. Oké, die worden dan misschien gevoed en die worden geconditioneerd, maar het heeft op zich wel een positief effect. Ja, het heeft zeker een positief effect en al die haaien die worden weggevangen. Hi, my name's Dr. Neil Hammerschlag. I'm a professor at the University of Miami,
and director of the R.J. Dunlap Marine Conservation Program. Our goal of our work is to advance ocean conservation through both cutting-edge research as well as educating students and the public. This is a saltwater pump. It pumps fresh salt water through their gills. That way, while they're sitting here, they're breathing. And this last length is toe length, the longest length of the shark. We bend down the fin so it's in line with the shark. Looks to the lake. Hi, Mama. Hey, man. Oh. We had an amazing day out on the ocean. We've got great people here. We had a lot of fun. And we even saw a scalloped hammerhead, really rare shark. And we put a satellite tag on it. So hopefully we'll be tracking that shark for some time. And I hope, you know, we'll see all you guys again. So, you know, it was really awesome. So thank you a lot. Okay, thank you. Thank you. Vandaag is de laatste dag en de reis is zo achter de rug. Het was echt een fantastische reis. We zijn van de Everglades naar de Keys gegaan en van de Keys zijn we dan haaien gaan taggen. Enorm veel gezien. Ik heb enorm veel mooie dingen gezien dat ik niet, waarvan ik niet verwacht dat ze eigenlijk zouden bestaan. Eerst heb ik heel even de haaien in het echt gezien. De hamerhaai van vandaag, dat was echt Je kunt daar geen woorden op plakken. Dan. Om de haaien in het echt te zien, dat is gewoon super. Die beesten zijn zo mooi. En dat is ook iets wat je niet echt ziet op foto's. Fantastische dingen gezien en dat gaan we echt altijd bijblijven. Dus ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik heb heel veel bijgeleerd over hoe dat de dieren leven en hoe dat ze in elkaar zitten. Bij dat bijleren hoort er ook wel bij dat we de problemen die we waarover we gehoord hadden, en waarover we misschien gelezen hadden of les gekregen hadden, dat we die ook echt hadden gezien. Wat me enorm opviel was, ik ging met gedacht dat Florida een enorm biodiverse staat was naar Amerika. En dat bleek ook zo te zijn, maar eigenlijk gaandeweg de week werd het duidelijk dat er enorm veel eigenlijk al kwijt was geraakt van die biodiversiteit. Wat ik nog extra heb meegemaakt deze vakantie, was eigenlijk vooral het zien hoe slecht het met alles ging. Ja, de koraalriffen, waar we ook een paar jaar geleden hebben gezwommen. Ik vond dat gewoon super erg, omdat je zag hoe hard dat die beschadigd waren. Toen we zijn gaan snorkelen, dat was wel even van, ja, toch wel een teleurstelling. Terwijl dat eigenlijk gewoon is, doordat de mens
te slecht omgaat met de natuur, terwijl daar heel veel aan te doen is. We zijn ook veel naar dingen gaan kijken waar mensen initiatief nemen om de natuur ook echt te helpen. Centrums bezocht zoals dat vogelcentrum en ook met de schildpadden. Dat dan in de Citadel Hospital die tumoren van dat virus echt te zien, is toch nog iets helemaal anders dan gewoon foto's te bekijken of daarover te lezen. Ja, dat doet wel iets omdat je ziet van die mensen zijn er ook echt degelijk mee bezig, maar de koraalriffen zelf zijn toch nog steeds aangetast. Ik was echt mijn krop in de keel aan het kijken naar hoe dat die vertelde dat eigenlijk alle gevallen van schildpadden die ze binnenkrijgen, dat het allemaal de schuld is van de mens. Zelf de ziektes waar ze tumoren van krijgen, zelf die zijn veroorzaakt door de mens. Het heeft ook nog maar voor mij dan persoonlijk benadrukt hoe belangrijk het is dat de verschillende organisaties samenwerken. Ik vond dat ongelooflijk dat daarvoor nooit iets aan die schildpadden was. En dat de mens eigenlijk gewoon al die dingen kapot maakt zonder er ook nog maar even bij na te denken. Van, dat is niet mijn schuld, maar wel de schuld van mijn soort en dat dat allemaal gebeurt. En ik vond het echt afschuwelijk om te zien, net ook als bij het vogelcentrum, snap ik niet dat er zo weinig wordt nagedacht door mensen wat ze doen met de planeet. In het begin van de week had ik gezegd dat ik verwacht dat ik meer gefascineerd zou raken door de natuur. En om eerlijk te zijn, dat liep wel moeizaam. De eerste drie dagen lukte dat niet zo echt. Omdat ik mij eigenlijk niet zo hard op mijn plaats voelde. Ik voelde mij zo een beetje een outsider van de groep. Gewoon op basis van kennis qua natuur. Ik vond dat ik zeer beperkt was ten opzichte van anderen. En dat ik misschien... Ja, ik had ook het gevoel dat ik niet echt terecht die prijs gewonnen had. Maar na verloop van tijd, vooral eigenlijk als ik gezien had hoe dat we in die kies die haaien gelokt hebben en heel dat fenomeen gezien, is eigenlijk alles een beetje veranderd hier. Daar was ik echt enorm van verschoten. Ik vond dat een van de mooiste en coolste dingen dat ik ooit gezien had in mijn leven. En vanaf dan ging het eigenlijk veel beter, heb ik van alles meer kunnen genieten en stond ik ook voor alles veel meer open. En dan zag ik ook de passie die al deze mensen dreef. En dat vond ik eigenlijk het mooiste. De kracht van de professor die we juist gezien hebben, dat vond ik ongelooflijk. Hij is ervan overtuigd dat hij via onderzoek die haaien echt kan helpen en ik geloof dat. En ik denk dat hij er ook in zal slagen. Dat vind ik ongelooflijk. Wat ga je doen met die informatie? Wat ga jij ermee doen? Die vraag heb ik me ook veel gesteld in de loop van de week. En ik ben er eigenlijk nog altijd niet echt goed uit. Maar eerst en vooral denk ik dat misschien best is om de ganse onderwaterwereld wat meer te verkennen en te gaan duiken, want dat wil ik echt heel graag zien. Ik had veel verwacht van dat snorkelen. Ja, dat was misschien... Ja, dat ging dan niet echt goed met afgestorven koraalrif. Denk als je alles daar goed kunt zien, heb je daar ook veel beter een zicht op. En dan wil ik van daaruit vertrekken. Maar ze leven nog en als de boten weggaan, leven ze even goed nog. En er wordt geld aan verdiend en niemand wil ze kwetsen of pijn doen, want je hebt er iets aan. En zo vind ik een goed gebruik van de natuur. Most people don't realize that sharks are in decline.
and that they're important to the oceans. Not only do they add diversity, you know, they're ecologically important, and they also add mystery to the planet. So I think a planet without sharks is also a lot more boring. Apple, save the sharks!